Hartelijk welkom, lieve vrienden. En welkom bij weer een nieuwe wintersportvideo van René in de keuken. Ik heb gisteren voor een vrij groot gezelschap heb ik weer zwiebel roosbraten gemaakt met speedsel. Als je die video nog niet hebt gezien van vorig jaar, hier is een link, daar ga je zo naartoe. Maar ik had veel te veel speedsel gemaakt en dat heb ik over. Maar ja, daar weten ze in Oostenrijk dan ook weer raad mee. Daar kan je een lekker ontbijt- of lunchgerechtje mee maken. Met spekjes, uien erin en peterselie. Meer is het niet eigenlijk. Het is super simpel, maar hartstikke lekker. Om eventjes dit weer op te bakken en dan lekker die spek- en uiensmaak er doorheen te krijgen. Nou ja, ik ga er gelijk aan de slag. Geert een klein scheutje olijfolie in een pan. Daar bakken we 250 gram spekjes in uit. In de tussentijd snijden we 4 uien in halve ringen. Al die uieringen die voeg ik toe. En die laat ik lekker meebakken in het spekvet wat is vrijgekomen van de spekjes. En dan laten we die uien meebakken tot ze lekker bruin en gekarameliseerd zijn. En dat zal zo'n 10 minuten duren. Zie je, dit ziet er goed uit. Die randjes lekker bruin zijn. Nou, dan voeg ik de overgebleven speedsel van gisteren toe. En die bakken we ook mee met spek en de uien. En dan bak ik intussen in een ander pannetje een spiegeleitje. Om er straks bovenop te leggen. Dan roer ik er nog een handje bladpeterselie door. En ik bewaar ook wat om er straks nog overheen te strooien. En ik voeg ongeveer een eetlepel gemalen zwarte peper toe. Nou, dan schep je daar even lekker wat van in een kom. Of een bord. Wat jij zelf fijn vindt. Schep dat spiegeleitje erop. Er is nog een beetje parmezaanse kaas overheen. Ter garnering nog een paar blaadjes bladpeterselie. Nou, dat ziet er gewoon hartstikke lekker uit. Hoor. Ja, top man. Echt zo lekker. En we zijn een goed voorbeeld van wat je met restjes kan doen. Hè? Dus echt ontzettend lekker. Echt een super lunchgerechtje. Ja, dan kan je natuurlijk nog dat die eidooien een beetje kapot steken. En dat dan met die speedsel opeten. Zo goed. Nou, hoe simpel kan het zijn? Hè? Beetje speedsel, uien en spekjes. En je hebt gewoon een lekker gerechtje. Het hoeft niet altijd zo moeilijk te zijn. Als je het nodig hebt, het receptje kun je vinden op travelandfoodblog.nl. Geef een duimpje omhoog en blijf me volgen. Abonneer je. Tot de volgende keer. Hoi.